Welkom. Je bent een week gestopt met roken. Je hebt besloten mee te doen aan de uitdaging die Stoptober biedt. Fantastisch. Ik zou je graag de vraag willen stellen, waarom rookte je eigenlijk? Sommige mensen zeggen, nou, ja, ik rookte omdat ik er rustig van werd. Of omdat het me helpt bij stress. Of omdat ik het lekker vind. Of gezellig. Of een soort beloning. Even dit klusje doen en dan mag ik een sigaret. Of troost als het leven tegen zit. Waarom rookte je eigenlijk? En later kan je nadenken, wat is hier nou van waar? Is het nou zo gezellig om te roken? Is het echt lekker? Of is het misschien gewoon vooral lekker om geen ontwenningsverschijnselen te hebben? Helpt het tegen stress? Helpt het werkelijk tegen stress? Wat is nou je motivatie om het roken te staken? Waarom zou je überhaupt een poging doen? Is dat vanwege het geld? Ruim 2000 euro per jaar hoor, als je een pakje per dag rookt. Of is het vanwege de stank? Of vanwege je gezondheid? Vind je dat je hoesje zo naar wordt? Wat is jouw motivatie? Schrijf dat eens op. En hou het hoog.